Mogelijk gemaakt door Beestenplein, Welzijnscentrum voor Huisdieren. Wij dragen onder andere bij aan het huisdierwelzijn via onze webshop met natuurlijke diervoeding, ons e-magazine en onze caviaropvang. Kijk voor alles wat te doen op www.beestenplein.nl. Nou, wij zijn vandaag op bezoek in het caviarusthuis Villa Bob. En wij zitten hier aan tafel tussen de cavia's. Wij gaan even gezellig interview houden. Hartstikke leuk. Ja, leuk om hier te zijn. Ik zou maar gewoon beginnen met ons voor te stellen. Ja, met jullie voor te stellen. Nou, ik ben Judith Bakielsa, ik ben 47 jaar, ik ben moeder van 3 kinderen. En ik heb echt heel veel liefde voor dieren. En vroeger heb ik wel eens ooit de cavia gehad, maar toen was het nog van, oh, dat mag er best één alleen zijn. En ik doe dit samen met onze dochter. Die is 14. En die wilde heel graag een vriendje. En toen dacht ik, nou, misschien gaan we toch weer een cavia nemen in huis. En dat heb ik gedaan. En toen had zij 2 cavia's. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Dus toen kocht ik ook 2. En uiteindelijk hebben we er nu 35. Met vandaag nog 2 nieuwe erbij, 37. Ja, nou, hartstikke mooi. Er is een korte tijd vrij veel bijgekomen. Ja. Jullie hebben daar een hele ruimte aangericht in huis. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ja, ik heb... dit huis is sinds 4 jaar in mijn bezit. Mijn ouders die zijn overleden en mijn moeder vroeg of ik dit huis wilde overnemen. Dat heb ik gedaan. En we hebben een hele mooie serre. Ik heb mijn vader ooit aangebouwd. En ik vond dat toch wel een hele mooie ruimte voor de cavia's. En ik heb een hok ontworpen, eigenlijk getekend. En mijn man die is creabea en die kan dat heel mooi in elkaar timmeren. En het eerste hok heeft hij gemaakt en uiteindelijk zijn het er een aantal meer. Dus ja. Leuk. Ja, het ziet er ook heel mooi uit allemaal. Heel open. Heel fijn voor de cavia's. Kun je wat vertellen over de cavia's die jullie hebben zitten? Zijn hier geen grote groepen zoals je misschien zou verwachten als je wat meer cavia's hebt, maar het zijn vooral tweetallen. Misschien wil je daar iets meer over vertellen? Ja, we hebben een aantal cavia's van onszelf dan, waar we ooit mee begonnen zijn. We hebben her en der zo. Komt wel uit de hoofdkamer nou weer. Die hebben zo her en der vandaan getrommeld. Dat zijn eigenlijk de nog vrij jonge cavia's. Uiteindelijk zijn we met Bob. Daar zijn we mee begonnen eigenlijk. Dat was onze eerste geadopteerde cavia. En toen had je al... Toen had ik er al wel een stuk of 12, denk ik. En... Bob, we kwamen bij Anne in de opvang en eigenlijk voor kruiden. En uiteindelijk wilde Anne daar ook vrijwilligerswerk gaan doen. En ik moest dus mee. Nou, dat is geen straf, kan ik je vertellen, want het is echt superleuk. En daar ontmoeten we Bob. En Bob is, vertel jij trouwens maar eens iets over Bob. Wat deed hij? Hoe kwam hij iedere keer naar jou toe? Wij kwamen ook voor binnen en Bob zat 3 verschillende kooien helemaal bovenin. En Bob kwam naar mij toe gerend en toen waren wij ook al meteen verliefd op elkaar. En de keer daarna deed hij het weer en toen heb ik gevraagd of ik mocht adopteren en dat mocht hem. Uiteindelijk wel, maar ik moest er wel even over nadenken. Want ja, we hadden natuurlijk al best wel wat cavia's. Ja, ik dacht, mijn man die ziet wel weer aankomen van bouw nog even een hokje bij. En uiteindelijk hebben we toch voor Bob gekozen. En zo zijn we er meer. Toen vonden we de oudere cavia's toch ook wel heel erg interessant. En fijn om die nog een laatste tijd te geven. En zo is eigenlijk het idee ontstaan. Ja, en zo... kwamen jullie langs en kwamen er vooral heel veel cavia's langs die afgestaan werden en die eigenlijk net iets meer zorg nodig hadden. Ja. Of inderdaad al op leeftijd waren, waardoor ze
niet zo makkelijk plaatsbaar zijn. Ja. Jullie hebben vooral mannetjes, beertjes. Ja. En nu hebben we op de middelste rij, dat zijn wel castraten met zeugjes. Ja, ik ben zelf van de beren. Ik weet niet, ik vind ze dan net iets meer knuffeliger en simpeler. Ja, soepeler. Simpeler ook vooral. Ja. Maar onze liefde was ook net voor Doortje en Dylan. Ja, dat waren twee cavia's die niet heel goed meer zagen. En ik denk dat Dylan helemaal blind is, maar zeker weten doen we het niet. En die zaten bij Anne onderin de flat. En iedere keer als wij langskwamen, zag je Dylan met zijn mondje open naar je kijken van ah, kom even, geef me een knuffel. En dat waren eigenlijk de volgende die we meenamen volgens mij. En ik moet zeggen dat dat echt, ja, echt, ja, dat is ook wel een van onze favoriete cavia's. Als ik het zo mag noemen. Ja, die zijn gewoon echt ontzettend leuk. Oud en leuk. Ja. Dan waren vooral dat. Ja, toen kwamen we Kiwi en Wolf tegen. Ja. Dat was ook wel een heel leuk set. Hè? Die Wolf is al in de opvang samen met Kiwi. Kiwi is een oude, gesteriliseerd tamertje. En ja, Kiwi vonden we eigenlijk een beetje minder, want hij was een beetje ja, oud en dun. En, ja, hadden we zoiets wel weer op. Ja, beetje eigenlijk op, ja. Hartstikke op. Maar Bol die zat erbij. En Bol is een mooie CA-terrie die ja, helaas een mummelvoet heeft. Dus toch ook weer extra zorg nodig had. En in combinatie, we zouden eigenlijk, was ons idee van als Kiwi ooit overlijdt, dan nemen we Bol mee en dan gaan we die verzorgen. Maar ja, waarom nemen we ze niet nu mee? Hè? Dan kunnen we ook nog voor Kiwi iets betekenen. En dat hebben we gedaan. En, ja, ik moet zeggen, ze knapt. Kijk, ze is oud. Ze is, de ene dag gaat het beter dan de andere, maar ze is super gelukkig. En ja, dat is gewoon fantastisch om te zien. Ja, ja, het is ook wel mooi, denk ik, als ze nog persoonlijke aandacht kunnen krijgen. Als ze, ja. Dan zijn ze zo oud en op dan. Ja. Ja, dat vind ik ook wel heel leuk. Ik knuffel heel veel met de cavia's. Ik vind het gewoon heerlijk. Ja, nou, mooi. En ja, mooi verteld zo. En als je dan kijkt, wat vind je nou het meest dankbare eraan wat je hier kan doen? Of waar haal je de meeste voldoening uit als je kijkt naar de cavia's in het geheel? Nou, ik vind vooral, kijk, alle cavia's vind ik leuk, maar ik vind die ouderen die echt dan een beetje in zo'n hoekje zitten en eigenlijk niet meer uitgeplaatst kunnen worden, eigenlijk niet echt meer een kans hebben. Ja, je krijgt daar zo ontzettend veel liefde van en ja, ze zijn heel dankbaar en ja, ik word daar gewoon heel blij van als ik zie dat ze iedere oude dag nog kunnen slijten. Ja, zoals bijvoorbeeld Mila vind ik ook echt een fantastisch beestje, die is geboren zonder ogen en ja, die heeft in een opvang ook niet zo heel veel kans en ja, die zit nu lekker bij ons met onze lieve Bram. En dat gaat echt super goed, maar dat, ja, het is gewoon leuk om zo'n beestje dan nog op te zien groeien en toch, ja, je kijkt er zoveel van. Ja, mooi. Mooi gezegd. Ja. Ja, zijn er nog dingen in de toekomst waar je aan denkt of zeg je van nou, we zien wel hoe het loopt? Nou, we hebben nog wel een ideetje. We hebben achterin op mijn vader een hele grote kippenren gebouwd, die is ongeveer 5,5 meter groot, zit een heel groot binnenhok in. En ja, ons idee is om dan in het voorjaar daar toch ook nog wel wat kneusjes of ja, zoals wij die in de opvang wel eens noemen, te plaatsen. En kijken of dat we daar iets moois van kunnen maken voor de cavia's. Ja, mooi. Dus dat is wel iets waar we nog echt, ja, dat zijn we nog van plan. En ja, ik hoop dat het weer snel omslaat, dat we er snel aan kunnen beginnen. Ja. Dus. Hartstikke leuk. Ja. Nou, mooi. Is er dan nog tenslotte iets wat jullie mee willen geven aan cavia-baasjes of aan mensen die denken aan het houden van cavia's? Ja, wat ik vind dat je ontzettend veel liefde van de cavia's krijgt. Denk er goed over na. Informeer. Ga altijd voor een tweede kans cavia, zeg maar, om het zo te noemen.
gaan naar een opvang. En Anne die kan je heel goed helpen en begeleiden met het uitzoeken van een leuk koppel. Ja, of enige andere goede opvang natuurlijk. Ja. Dus, nee, hartstikke mooi. Ik zou zeggen heel erg bedankt. Graag gedaan. En dan, jij ook bedankt. Zien we elkaar snel weer. Ja, vast wel. Heel goed.